2000 jaar geleden voeren de Romeinen hun schepen over onze rivier de Rijn. Het was onderdeel van de Romeinse grens, de Limes. 6 van die Romeinse schepen zijn in 1972 ontdekt. Nu gelukt om de partijen en de financiën bij elkaar te krijgen om een lang gekoesterde wens te vervullen. Het restaureren van de volledige collecties van de damschepen. Zo konden de schepen 12 oktober 2016 hier naartoe worden gebracht in enorme containers. We zitten hier in het solarium van het Romeinse badhuis van Museumpark Argo. Het is de laatste dag dat het er zo uitziet, want vanaf morgen wordt het hier een drukte van belang. Hier wordt een groot stalen frame binnengebracht en in het stalen frame worden voorzichtig de duizenden stukjes hout, spijkers en de grote balken van de Zwammerdam 2 voorzichtig neergelegd en die zullen aan elkaar worden. Gewoon stom, we zijn twee! Ah, dat is gewoon stom! Maarten komt erbij, ja. We Fijn, fijn, fijn.